Wat Facebook is voor je privéleven, is LinkedIn voor je professionele leven. Je maakt er een profielpagina aan en op basis van die profielpagina leg je contacten met anderen over de hele wereld of vlak bij jou in de buurt. Dat bepaal je zelf een beetje. Dit is mijn profiel. Ik ben Bart Goossens, freelance journalist en fotograaf. Ik werk onder andere voor Clicks Magazine en dat kun je hier op mijn profielpagina ook wel zien. Dit is een publieke pagina, dat betekent dat iedereen die kan oproepen. En dat doe je via een specifieke URL. www.linkedin.com/in/embargo. Dit gedeelte heb ik zelf gekozen, dat leggen we je zo meteen uit hoe je dat moet doen. Alsjeblieft, ik heb ervoor gekozen veel informatie hier op de publieke pagina vrij te geven. Waarom? Omdat dat toch geen groot geheim is en bovendien ook interessant is voor Google, die indexeert graag dit soort pagina's. Waar ik hier nog wil op wijzen is dat er ook heel wat groepen zijn die je kunt aangeven. En die groepen zijn bijvoorbeeld de Automotive Industry, daar ben ik lid van. Die heeft me al een leuk contact opgebracht met een Amerikaanse autofotograaf. Of de groep, de Dutch Journalists, Editors en Copywriters geven af en toe opdrachten aan elkaar door, enzovoort, enzovoort. Het kan allemaal, maar je moet een beetje tonen dat je er bent op LinkedIn. Net zoals je je hoofd af en toe op feestjes en op evenementen moet laten zien. Ik stel voor dat we even inloggen, dan kunnen we meer details zien van het profiel en kijken hoe LinkedIn precies werkt. Want ik vermoed dat jullie allemaal al wel een profiel hebben op LinkedIn, maar het misschien niet optimaal gebruiken. Dit is mijn profielpagina, die zagen we daarnet ook al. Ik ga even naar de homepagina hier. En hier kunnen interessante dingen op staan. De inbox, die komt ook in je gewone e-mail terecht. Hier onderaan Network Activity. Dat kun je linken met Twitter bijvoorbeeld. Als je af en toe berichtjes post op Twitter, dan kun je die heel makkelijk door laten schakelen naar LinkedIn. Of je kunt specifiek dingen voor LinkedIn maken die alleen op het professionele netwerk gericht zijn. Hier rechtsboven staan een aantal contactpersonen. Dat zijn toevallig inderdaad alle drie mensen die ik ken, maar met wie ik nog niet geconnecteerd ben. Moet ik een van deze dagen eens doen. Hier onderaan zie ik who's viewed my profile. Your profile has been viewed by 6 people in the past 7 days. We gaan eens even kijken, hè, wie hierin zit. Er staan geen namen bij, maar wel in welke sector ze werken. Toch wel interessant. Je ziet dat eigenlijk 1, 2, 3 contacten toch nuttig zijn geweest. Wie weet komen er ooit nog opdrachten uit. Ik ben intussen ingelogd op een andere LinkedIn pagina, een ander profiel zeg maar, dat van Freek de Jonge. En die man is een fictieve collega van me. En die heeft hier nog een leger profiel. Je ziet hier ook een reading list die je eventueel kunt aanvullen. Het gaat erom om eigenlijk je account zoveel mogelijk in beweging te houden. Af en toe een verandering in te lassen, zodanig dat je collega's ook zien waar je mee bezig bent. Dat je nog in leven bent, bij wijze van spreken, en dat je nog actief bent. Niet onbelangrijk zijn de settings. We gaan daar even naar kijken. Je kunt hier je e-mailadres aanpassen of extra e-mailadres opgeven bij e-mailadresses. Dat doen we graag, maar geef hier zeker je privéadres op en niet je kantooradres als primary adres. Waarom? Omdat je misschien vroeg of laat van job gaat veranderen. En op dat moment ben je niet meer bereikbaar op je kantoor-e-mailadres en op dat moment gaan daar misschien mailtjes toekomen uit je LinkedIn-netwerk die je heel graag zou willen lezen en dan kan je dat niet meer. We kijken nog bij settings, hier onderaan, using your network. Ook dat stel je best zo eerlijk mogelijk in. Wat wil je bereiken via LinkedIn? Wil je een job vinden? Wil je mensen zoeken die je kunnen helpen in je huidige job? Wil je personeel zoeken als een soort jobsite gebruiken? Of nog andere mogelijkheden? Vink niet per se alles aan, zoek wat je nodig hebt.
Weer bij de settings pagina laat ik je graag nog even public profile zien. Je weet dat mijn eigen profiel bereikbaar was via een specifiek adres. Dat is bij Freek de Jonge ook zo. Dus het adres dat je moet intikken om bij Freek de Jonge uit te komen is www.linkedin.com/in/freekdejongen. Ik heb dat adres hier al ingesteld. Dat is ook handig, want je kunt dat adres dus ook in je e-mail signature kleven of gewoon in een mailtje. Of zelfs op je kaartje zetten, sommige mensen doen dat ook. Het public profile, hier, ik had je gezegd dat ik veel van mijn gegevens zichtbaar laat voor het publieke profiel zonder ingelogd te zijn. Hier kun je dat instellen. We gaan nog heel even terug naar de settingspagina, omdat ik je nog twee dingen wil laten zien. Een heel belangrijk onderdeel van LinkedIn zijn de recommendations, manage recommendations, een soort referenties die je kunt laten verschijnen bij je profiel. Je ziet daar op dat iedereen ziet op dat profiel wie jij aanraadt en door wie jij wordt aangeraden. Nog even een laatste keer terug naar de settingspagina om er te kijken naar dit hier, Twitter settings. Hier kun je namelijk instellen dat al je tweets verschijnen op de profielpagina van LinkedIn. Ik zou je dat niet aanraden. Je zou dat kunnen doen als je hierop klikt. Wij hebben hieronder aangetikt. Alleen als er hashtag in achter staat, verschijnt onze tweet ook op de profielpagina. Dat is nuttig, want dan kun je alleen de professionele tweets laten verschijnen op die LinkedIn-pagina. Via de homepage gaan we terug naar de eerste pagina van Freek de Jonge zijn profiel. Er is nog niet veel ingevuld, maar dat hebben jullie intussen wel gedaan. Hij kan ook collega's opzoeken. Ik toon even hoe hij mij zou vinden. Kijk, hier ben ik al. Freek de Jonge heeft mij mijn kaartje gekregen en heeft mij opgezocht en kwam hieruit. En hij kan nu op deze manier ook gewoon mij toevoegen aan zijn netwerk. Voilà, heel veel plezier met het zoeken naar je contacten, naar nieuwe jobs, naar medewerkers, noem maar op wat je met LinkedIn allemaal kunt doen. Ik was Bart Goossens, ik ben freelance technologiejournalist. Tot een volgende keer.